Nico Sleeg, gefeliciteerd. Heb je dit seizoen één keer eerder zo'n makkelijke wedstrijd gehad? Makkelijk. Ze hebben natuurlijk toch wel veel namen, AFC. Wat je ziet is dat ze op dit moment in de hoek zitten waar de klappen vallen, om het zo maar te zeggen. Die wedstrijd die loopt natuurlijk voor ons ook lekker. We scoren op een mooi moment. Daardoor moeten zij natuurlijk ook wat opener gaan spelen. Ja, en dat ligt ons wel. Dan worden de ruimtes wat groter op het veld. En dan kan GVV goed voetballen. Ja, dat is duidelijk te zien. Het enige wat je dan nog kan verwijten is dat je de eerste kwartier in rust geen 4 of 5 goals maakt, maar eentje. Ja, maar ja, dat is ook voetbal. Als iedere kans erin zou gaan, dan zou het ook niet meer leuk zijn. Maar inderdaad, op dat moment konden we echt naar verder uitlopen. Is jouw ploeg in staat om het Katwijk dit seizoen nog lastig te maken? Het is nu 4 punten en een wedstrijd meer. Zij moeten natuurlijk nog spelen vandaag, maar zie je jouw ploeg dat doen? Ja, dat weet ik niet. Ik vind dat we een goed elftal hebben. Ook een brede selectie hebben, maar het zijn nog een 19 wedstrijden. Dus dat zijn nog een heleboel punten. 57 volgens mij. En iedere wedstrijd is moeilijk. Vorige week speelden we tegen Jong Sparta en die staat vlak boven AFC. Maar daar werden we echt gewoon een helft helemaal van de mat afgetikt. Dus ja, je wint ook je wedstrijden niet zomaar in die tweede divisie. Ook Katwijk niet, want dat zie je, die verliezen ook de laatste twee wedstrijden. Maar echt geprofiteerd hebben jullie er ook niet van hun puntverlies? Nee. Van Linden wonnen we wel. En vorige week dan in de 92e minuut dat die bal erin gaat, dat is dan zuur. Maar ik weet het niet. Ik denk dat het nog best wel spannend kan worden boven.